En dan mag ik graag het woord geven aan Joke en dan gaan we officieel beginnen. Dankjewel, Archibald. Ik richt me in deze felicitatie natuurlijk vooral tot Wim Beuker. Ik vind het een hele eer dat ik je vandaag ook op deze manier mag gelukwensen met jouw verjaardag. Van harte proficiat en ik hoop dat jou nog veel goede en gezonde jaren gegeven zijn. Ik denk wel dat ik deze felicitatie uitspreek namens velen. Zeker namens degenen die vandaag aangeschoven zijn bij deze internetbijeenkomst. Mensen die je op allerlei plaatsen en streken ontmoet hebt in jouw lange leven. En met veel van hen heb je een blijvende collegiale en vriendschapsband gekregen. Dat blijkt ook wel uit de geweldige respons die we kregen op dit bijzondere cadeau voor jouw verjaardag. Want bijzonder is het wel. Zowel omdat we midden in een pandemie zitten, als dat we beschikken over zoiets als internet. En dat maakt dan weer mogelijk dat we vandaag bij elkaar zijn met een heel internationaal gezelschap. 90 jaar is een hele tijd. En ik vermoed haast dat niemand van degenen die hier nu zitten, die volle 90 jaar met jou hebben meegemaakt. En daarom heb ik internet geraadpleegd om wat weetjes uit jouw geboortejaar op te diepen. Nu moet je wat dat betreft voorzichtig zijn met internet. Want voor je het weet praten we elkaar na en denken we bijvoorbeeld dat de heilige corona wordt aangeroepen tegen epidemieën. Terwijl dat een zeer recente uitvinding schijnt te zijn. Maar met een slag om de arm wat de waarheid betreft. Ik kwam te weten dat Willem in 1931 op nummer 5 stond van populaire jongensnamen. Dat Nederland tegen de 8 miljoen inwoners had en Ruijs de Berenbroek de eerste minister was. Dat woensdag 13 mei de dag voor hemelvaart was en dat het die dag zo'n 17 graden was. Past wel een beetje bij nu. Gelukkig wisten we toen nog niet hoe verschrikkelijk een Tweede Wereldoorlog zou worden. En we wisten niets van een Tweede Vaticaans Concilie dat zou komen. Of dat er zoiets uitgevonden zou worden als computers en mobiele telefoons. Wie had kunnen denken dat je de hele tekst van de Hebreeuwse Bijbel op je telefoon kon zetten? Jij hebt het allemaal meegemaakt, Wim. En je bent de ontwikkelingen ook altijd met grote belangstelling en actief blijven volgen. Op je lauweren rusten is er niet bij. Steeds blijken er weer nieuwe en interessante teksten te zijn die je graag met de loep van wetenschap en geloof bestudeert. Vandaag geven we je een cadeau. Corona-proef over Jesaja, de profeet waarmee je een levensavontuur bent aangegaan, zoals je zei in je inaugurale reden. Verschillende van jouw leerlingen en collega's presenteren vandaag een stukje van hun ervaringen. Ik hou het kort, we hebben nog een middag te gaan en ik eindig met het prachtige schriftvers dat je als motto meegaf aan deel 2b van jouw Jesaja-commentaar in 1983. Met titel Aan leerlingen die graven. Het geschiedde op dezelfde dag dat de knechten van Isaac kwamen en hem berichten over de put die zij gegraven hadden. Ze zeiden tot hem, we hebben water gevonden. Ik hoop dat je van ons samen zijn kunt genieten en dat je kunt beamen dat al dat graven ook water heeft opgeleverd. Ik mag nu het woord geven aan jouw naamgenoot Wim Weren. Wim, van harte uitgenodigd om jouw bijdrage te leveren vandaag. Succes. Dankjewel, beste Wim, waarde collega's. In 2018 maakte jij, Wim, mij attent op dit boek. Holy Resilience van David Carr. Deze auteur beweert dat traumatische ervaringen aan de oorsprong liggen van heel de Hebreeuwse Bijbel en heel de christelijke Bijbel. Misschien is dat wat overdreven. Maar al ras bleek mij dat sinds 2010 regelmatig studies zijn verschenen waarin Bijbelse teksten herlezen worden door de bril van het concept trauma. Een voorbeeld daarvan uit het Nieuwe Testament is het Marcus-evangelie. Bewijzen van eerbetoon aan jou
bij gelegenheid van je 90ste verjaardag, verken ik vandaag in vogelvlucht hoe vervreemding en ballingschap volgens Deutero Jesaja een voedingsbodem kunnen worden voor nieuwe visies op Israëls toekomst. Trauma's zijn ontwrichtend, maar kunnen ook nieuwe wegen naar de toekomst ontsluiten. Deutero Jesaja bevat geen concrete beschrijvingen van de twee deportaties naar Babylonië, van de verwoesting van de stad en de tempel en van het sombere lot van de ballingen aan Babels stromen. Tussen Jesaja 39 en 40 gaapt een groot zwart gat. Terwijl het in Jesaja 36 tot 39 nog gaat over gebeurtenissen van voor de ballingschap, opent Jesaja 40 vrij abrupt met het troostvolle vooruitzicht van een terugkeer van de ballingen naar Sion. Op zijn vroegst kan hiervan sprake zijn geweest, van dat vooruitzicht, vanaf de overname van de macht van over Babel in 539 door de Persische koning Cyrus en hoogstwaarschijnlijk pas later onder zijn opvolgers Cambyses en vooral Darius de Eerste. Met een groot zwart gat is niet alleen een literaire lege plek bedoeld in de tekst van het boek Jesaja, maar ook de collectieve ervaring van het ineenstorten van de vertrouwde fundamenten onder de eigen etnische, culturele en religieuze identiteit. Daarvan komen in Deutero Jesaja voorbeelden ter sprake, zoals het einde van de Davidische dynastie, het verlies van de politieke autonomie, het besef als volk gefaald te hebben, de onderdrukking door vreemde overheersers, het uiteenvallen van het volk in splintergroepen, het knakende gevoel dat Adonai onmachtig is en inferieur is aan de Babylonische goden en het onhebbelijke idee dat Adonai zijn volk verstoten zou hebben. In Deutero Jesaja voeren de donkere kanten van dit collectieve trauma eventueel niet de boventoon. Er gloort licht aan het einde van de donkere tunnel. Dat wil niet zeggen dat de getraumatiseerde ballingen ooit weer dezelfde mensen moeten zien te worden als ze waren voor de traumatische gebeurtenissen. Een terugkeer naar het oude normaal zit er niet meer in. Een trauma is een verdriet dat blijft knagen. De ballingen moeten de geleden rampspoed zien te integreren in nieuwe visies op God, op Israël als gemeenschap en op de rol van Israël als getuige van Adonai binnen een ook toen al pluralistische wereld. Op zoek dus naar een nieuw symbolisch universum, nadat het oude tot in zijn fundamenten is gaan wankelen. In dit omvormingsproces spelen verschillende personages een rol. Als eerste noem ik Jacob, alias Israël. Dit volk wordt door God een paar keer mijn knecht genoemd en is uitgekozen om zijn getuige en boodschapper te worden, maar het overgrote deel van dit volk laat het afweten en houdt zich net zo doof en blind als de goyim met hun vele goden. De ballingschap fungeert dus hier ook als een splijtswam in de eigen gemeenschap. Toch is er een kleine subgroep die wel inziet dat de crisis ook kansen biedt voor spirituele groei. Deze groep wordt in Deutero Jesaja gepresenteerd door de knecht van Adonai. Wim Peuke en Ulrich Berges hebben uit en te na betoogd dat het hier niet zozeer gaat om een historische figuur, maar om een fictioneel personage dat de drager is van waarden en opvattingen van een collectief. De knecht is de personificatie van de ballingen die de veerkracht hebben om uit Babylonië weg te trekken en in Jeruzalem aan een nieuwe toekomst te beginnen,
onder de schutsen van Adonai. Door het lijden en de zonde van anderen op zich te nemen, brengt de knecht heil en genezing aan velen binnen en buiten Israël. Ook in deze rol vertegenwoordigt hij Israël. Ja, eigenlijk is hij Israël zoals dat worden moet. Hij slaagt in zijn missie en krijgt vele volgelingen, zoals blijkt uit de vervanging van het enkelvoud knecht door het meervoud knechten in Jesaja 54 vers 17, waar een brug wordt geslagen naar Trito Jesaja. De knecht van Adonai heeft veel gemeen met vrouwe Sion, een tweede personage, of een derde al intussen. Ook zij vertegenwoordigt een collectief. Zij geeft een gezicht aan het lijden en de wanhoop van de gedeporteerde ballingen. Zij zit neer in het stof met ketenen om haar hals. Maar vrouwe Sion staat ook voor de nieuwe toekomst van het herbouwde Jeruzalem. Dat gaat functioneren als het centrum van een nieuwe verbondsgemeenschap, waarbinnen ook plaats is voor rechtvaardigen uit de volkeren. Het voornaamste personage in Deuteronomie is Adonai. Aanvankelijk fungeert hij als een nationale god die zijn volk afstraft voor hun zondige levenswandel en zelf krachtelozer lijkt te zijn dan de zoveel machtigere goden van Babel. Het is dan ook haast een godswonder dat juist in deze donkere periode nieuwe godsbeelden zijn gerijpt. Een eerste blijk daarvan is het ontluiken van het inzicht dat buitenlandse vorsten zoals Nebukadnessar en Cyrus fungeren als werktuigen die Adonai inzet, eerst om zijn eigen volk in de ellende te storten, maar daarna ook om het te bevrijden en het een nieuwe toekomst te geven. Dit wijst er al op dat hij alleen bij machten is om de loop van de geschiedenis te bepalen. En dat Adonai en niet Marduk Bel de schepper is van hemel en aarde. De goden van Babel blazen wel hoog van de toren, maar ze zijn niet op een effectieve manier werkzaam in de geschiedenis van Israël en de volkeren. Er is hier geen sprake van een overdracht aan Adonai van competenties van Marduk en zijn kompanen, want wat Adonai kan, kunnen andere goden niet en dus bestaan ze eigenlijk ook helemaal niet. De ballingschap leidt zo tot de geboorte van een meer zuivere en radicale vorm van monotheïsme. Bijzonder is dat deze ene God steeds present is en blijft als het leven onleefbaar wordt en de gemeenschap uiteen dreigt te vallen. Ik sluit af met enkele conclusies. Deuteronomie Jesaja brengt in beeld hoe ballingen uit Jeruzalem en Juda er op vreemde bodem in slagen om hun traumatische ervaringen te boven te komen. Dat doen ze door de betekenis van vroegere tradities in een ander kader te plaatsen en ze zo te veranderen. Ik heb vandaag 3 vormen besproken van een dergelijke reframing. Ten eerste, de ballingen weten hun trauma's om te vormen tot een drijvende kracht, zodat ze wegen kunnen openen naar een betere toekomst. Ten tweede, zij hervormen hun tamelijk gesloten gemeenschap tot een open gemeenschap die haar nieuw verworven waarden en visies in woord en daad gaat uitdragen over de omgeving onder de volkeren. Dus niet alleen binnen Israël, maar ook onder vele, vele anderen. Ten derde, bij dat alles weten zij zich gedragen door Adonai, die ze hebben leren erkennen als de ene en enige die er werkelijk toe doet. Op deze 3 niveaus overstijgt Deuteronomie Jesaja zijn historische geboortegrond. Deze profetische bundel heeft dan ook veel impact gekregen op de verdere groei van de Hebreeuwse Bijbel en op de wording van de Septuagint en van het Nieuwe Testament
en zou ook een factor van belang kunnen zijn in vormen van reframing binnen onze huidige kerk en samenleving, zeker nu wij wereldwijd te kampen hebben met een verraderlijk virus. Ik dank jullie voor je aandacht. Dankjewel, Wim. Hoe actueel zo'n oud boek dan toch weer kan zijn. Er is dan schakel ik over naar de volgende spreker. Ook waarschijnlijk Wim al bekend uit zijn Amsterdamse periode. Archibald van Wieringen, aan jou het woord. Oké, dankjewel voor de inleiding. Beste Wim, beste Allen. Het is mij echt een grote vreugde en een eer om deze bijeenkomst een issue uit het Jesaja-boek te mogen bespreken, ter ere van mijn leermeester. En ik heb gekozen voor Jesaja 58, dat is uit de passage over het vasten. En ik weet natuurlijk wel dat vasten dan niet zo goed past bij het vieren van een verjaardag. Maar ja, dacht ik, het is een online meeting, we hebben geen echte verjaardagstaart. Dus ik mag vast wel iets over Jesaja 58 zeggen. Bovendien, Jesaja 58, daar heb ik ook voor gekozen, omdat daarin een aantal vragen voorkomen. En dat sluit aan bij het onderzoeksproject wat we op dit moment op onze faculteit hebben lopen. Ik samen met Bart. Asking questions in biblical texts. En ook onze feesteling van vandaag heeft voor dat onderzoeksproject een bijdrage geschreven over de Abraham-verhalen. Dus vandaar Jesaja 58. Jesaja 58 bevat alleen directe redens. En directe redens dan weer binnen directe redens. En ik zie Frank heeft al mijn schema over Jesaja 58 met jullie allen gedeeld. Ik heb korte tijd, dus ik beperk me hoofdzakelijk tot de vragen die in de directe redens voorkomen en de consequenties ervan voor Jesaja 58. Directe reden, inleidende formules komen in Jesaja 58 niet voor. Er is dus niet eerst een keurige inleidend vers aan het begin als inleiding op de directe reden in de zin van en toen zei de Heer tot de profeet. Maar we zitten meteen in de directe reden die God tot de profeet richt. En dan moet ik dan natuurlijk eigenlijk preciezer zeggen. Er is een tweede persoon enkelvoud wordt aangesproken. En ik identificeer die als de profeet. En spreker is een eerste persoon enkelvoud die in vers 2 God blijkt te zijn. Dus God is de spreker. Vers 2 is overigens communicatief een heel interessant vers. God is als eerste persoon, dus als spreker aanwezig, wanneer het gaat om het feit dat het volk hem benadert. Maar hij noemt zichzelf als derde persoon om aan te geven dat het volk dat niet met de juiste attitude doet. Mij zoeken ze dag en dag, vooropgeplaatst die eerste persoon, zegt God in vers 2. Maar God zegt niet dat ze mijn gerechtigheid doen, maar dat ze pretenderen te zijn als een volk dat doet de gerechtigheid van zijn God. Dus door hier te switchen naar een derde persoon, wordt in die directe reden van God meteen de afstand duidelijk die er is tussen hem en het volk. Vervolgens voert God het volk sprekend op in vers 3. Dus dan krijgen we een directe reden binnen een directe reden. Opnieuw, zonder directe reden inleidende formule. De lezer, technisch natuurlijk de tekst-immanente lezer, kan aan de switch naar de eerste persoon meervoud zien dat het volk hier aan het woord is. De lezer krijgt niet het volk zelf te horen, maar het volk zoals geciteerd door God. Alsof de foute visie van het volk voor de lezer niet toegankelijk is, dan via de kritische directe reden van God zelf. Het volk stelt twee vragen. De eerste ingeleid met het vraagwoord waarom in vers 3a. En de tweede elliptisch ingeleid bij datzelfde vraagwoord. Wij sloven ons uit, zeggen ze. Jij ziet het niet. Waarom? God voert dan zonder overgang zichzelf op als degene die het volk antwoord geeft. Zonder nadere overgang hebben we opnieuw een directe reden binnen die directe reden en wel van God zelf. Twee vragen waren er komen als het ware twee antwoorden.
Deze twee antwoorden staan in de versen 3e tot 4b en gemarkeerd met die afmerkzaamheidserreker heen, die ik maar even met tja vertaald heb, omdat ik anders ook niet weet hoe ik het moet doen. En asyndetisch volgt dan op het einde van vers 4 de conclusie. Ik beschouw de ontkende jektolvorm tatsumu als modaal. Zoals nu zouden jullie niet moeten vasten om jullie stem in de hoge te laten horen. Maar daarmee is Gods reactie aan het volk nog niet voltooid. In de versen 5 tot 7 gaat God uitleggen hoe het zou moeten. En dat doet hij met behulp van vragen. Zoals hij het volk twee vragen had laten stellen, zo stelt hij nu de vragen. En hij doet dat in twee rondes. Allereerst stelt God in vers 5 met twee vragen vast hoe het vasten niet moet. Deze vragen zijn gemarkeerd met het vraagpartikel ha. Hebben we niet in het Nederlands, dat is zeg maar ons vraagteken. En die jektolvorm jie in vers 5a beschouw ik als modaal. Dus hakaze jiet som efgareho, dat vertaal ik dan met zou het vasten dat ik verkies zijn als dit? En bij de tweede vraag moet je die constructie als het ware elliptisch meelezen. Dus opnieuw lezen daar. Zou het vasten dat ik verkies zijn als dit een dag van enzovoorts. Het slot van vers 5 is dan een nieuwe vraag waarbij de twee voorafgaande worden samengevat. Noemen jullie dat een vaste en dat een dag aangenaam aan de Heer? Vervolgens stelt God in de versen 6 en 7 met twee vragen vast hoe het vaste wel moet. De twee vragen zijn gemarkeerd met het vraagwoord hallo in de versen 6a en 7a. Dus vers 6a, hallo zet zom ef garego, is dit niet het vaste dat ik verkies? En in vers 7a moet je die constructie elliptisch opnieuw meelezen. Eigenlijk is die elliptische bondigheid van de tweede vraag in de eerste ronde en hier van de tweede vraag in deze tweede ronde, die laat aan de lezer de emotionaliteit van Gods vragen zien. De vragen die God stelt zijn retorische vragen. En bij een retorische vraag ligt het antwoord vast. Je kan dus alleen maar antwoorden, ja, zo zou het inderdaad niet moeten zijn. En ja, zo is het inderdaad wel. God maakt het zijn volk dus eigenlijk heel gemakkelijk. Een fout antwoord geven, dat kan niet. Of het volk ook inderdaad dan het goede antwoord geeft, het enige mogelijke antwoord, dat vermeldt de tekst dan weer even niet. Echter, het effect van het goede antwoord wordt besproken in de versen 8 tot en met 14. Dat effect wordt gemarkeerd met dat partikel aas, dan. Zoals het volk twee vragen stelt en de Heer reactie vragen stelt, wordt het effect ook tweemaal besproken. Het partikel aas, dan in vers 9a, markeert het effect van het goede antwoord in vers 8. En in vers 9 hebben we opnieuw dat partikel aas, dan. En dan horen we dus het effect daarvan van het goede antwoord in de versen 9a tot en met e. Het effect van het goede antwoord wordt evenwel niet door de Heer besproken. Hij is immers als derde persoon aanwezig in deze verse. En wordt bij het tweede effect klimactisch, sprekend opgevoerd met een eigen directe reden, vers 9e, hineni, hier ben ik, waarin hij uiteraard dan weer als eerste persoon verschijnt. Veel Jesaja-commentaren menen of suggereren dat in ieder geval de versen 8 tot en met 10 onderdeel zouden uitmaken van de directe reden die in vers 1 begint, dus de directe reden van God. Maar in het Jesaja-commentaar van Wim uit 1989, dat verschenen is in de reeks prediking van het Oude Testament, kunnen we al lezen dat de tekst veel ingewikkelder in elkaar zit dan dat. De consequentie van het feit dat de Heer vanaf vers 8 als derde persoon aanwezig is in de tekst, is dat de directe reden van God eindigt wanneer de vragen gesteld zijn. Eindigt dus met de emotionaliteit van de vragen, de lezer achterlatend met de vraag hoe dat zal aflopen. En dan vanaf vers 8
hoort de lezer de profeet spreken. Dat de profeet evenwel het effect van het goede antwoord bespreekt, maar duidelijk dat er een ellips zit in de handelingen die in Jesaja 58 plaatsvinden. Blijkbaar is de profeet conform de opdracht van God in diens directe reden in de versen 1 tot 7 naar het volk gegaan en heeft hij daarbij het volk met de vragen van God geconfronteerd. Over wat de profeet dan in vers 8 tot en met 14 allemaal nog meer zet, zijn natuurlijk ook vragen te stellen, maar dat is gezien de tijd wellicht voor een andere keer. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht. Dankjewel, Archibald, voor jouw verhaal. Zo keurig op een rijtje gezet hoe dat verhaal, hoe die vraag- en antwoordtoestand in elkaar zit. En ik mag dan zo meteen overschakelen aan alweer iemand die uit de Amsterdamse periode al bekend is. En dus ook al een hele tijd meegaat in het leven van Wim Beuker. Harm van Gol, graag jouw bijdrage voor vandaag. Dank je, Joke. Ik begrijp dat ik nu inmiddels heel veel meer tijd gekregen heb dan ik oorspronkelijk had. Fijn, hè? Ik ga daar geen misbruik, ik ga daar geen misbruik van maken, maar oké. Okay. Die voor de god van het geluk de tafel dekken, anticapitalistische mijmeringen bij Trito. Lang geleden, in een andere tijd, toen de verzorgingsstaat nog niet was zwart gemaakt en geld en winst niet heilig waren, schreef ik mijn kandidaatscriptie bij onze jubilaris. Het was overigens een proces dat ik ook in mijn inleiding toen beschreven heb, waaruit bleek dat ik toch wel heel eigenwijs was en moeilijk in toom te houden was, terwijl de begeleiding van Wim zich vooral liet zien in het enorme vertrouwen wat hij in mij had. Terug naar de scriptie. Het was een kritische analyse van het boek van Albert Jeulin, Les Pauvres de Javet. En daaraan toegevoegd een bijbeltheologische analyse van Sefania 3 en Deuteronomium 10. Het paste in een tijd dat de kerk der armen en de theologie van de bevrijding viral gingen. Nu, na zoveel jaar, is het een goed moment om terug te keren naar dat thema en in deze korte bijdrage te zien of en hoe Trito Jesaja de anticapitalistische toets doorstaat. Profetische kritiek op de afgoden en hun vereerders kan mij meestal niet boeien. Poëtisch gezien middelmatig en bol van de clichés. Maar onlangs werd ik verrast door Trito Jesaja. We lezen daar in hoofdstuk 65, jullie, die voor de god van het geluk de tafel dekten en voor de god van het fortuin de kruiken vulden. De verrassing lag in het feit dat hier duidelijk wordt wat deze afgodendienaars in hun god gezien hebben. Geluk en fortuin. En wat doe je met zo'n god? Lang tafelen en flink innemen. Voor we ons verdiepen in dit aantrekkelijke perspectief, moeten we de nieuwe Bijbelvertaling eer bewijzen. Immers, de NBV opent deze tekst voor de hedendaagse lezer. De nieuwe vertaling van 1951 heeft hier gij die voor God een tafel aanricht en voor Meni mengdrank schenkt. Een volstrekt hermetische tekst, want deze twee goden zijn u, als het goed is, onbekend. God en Meni. Het zal wel.
Dankzij de MBV begon de tekst voor mij te spreken. Gad, de god van het geluk, en Meni, de god van het fortuin. Die twee goden ken ik. Wel jammer dat de MBV deze participiumzinnen met een verleden tijd vertaalt, die voor de god van het geluk de tafel dekten. Alsof iemand ooit een punt zou zetten achter een zo prettige eredienst. Overigens, misschien behoort u tot de stijfzinnige en letterknechtige theologen en bent u niet zo overtuigd van die kwalificatie prettig. Die tafel is immers voor God en de kruiken voor Meni, niet voor hun gelovigen. Toch mogen we aannemen dat de eredienst is afgestemd op het type God. Geluk en fortuin zijn het geluk en het fortuin van de gelovigen. En zij zullen dat ervaren in hun dienst aan deze goden. Ze eten en drinken mee, zo gezegd. DDD, The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, spreekt over een lavish cultic meal en verwijst dan naar Psalm 23 en Spreuken 9. Over God en Meni is verder niets te zeggen. Wim noteert dat in zijn commentaar. En het meer recente DDD bevestigt dat. De namen van deze twee goden vinden we zeer frequent terug in allerlei eigennamen en zo. Maar een substantiële tekst over God en Meni ontbreekt op Jesaja 65 na. Is het zo dat God en Meni de enige afgoden zijn die in Trito genoemd worden? En zou het zo zijn dat ze in Trito 65 genoemd worden om de ondergang van hun volgelingen cachet te geven? En wat zeggen de andere delen van Trito over de aanhangers van deze prettige eredienst? Wel nu. Trito gaat, en nu ben ik toch wel heel erg schatplichtig aan Wim, maar de fouten zijn voor mij. Trito gaat over de rechtvaardiging van de knechten van Adonai, die in hun bestaan bedreigd worden door vijandige volksgenoten. De slothoofdstukken maken een scheiding tussen de knechten en de vijanden. De laatste gaan hun ondergang tegemoet, de eerste worden gerechtvaardigd. Is het mogelijk ons een beeld te vormen van de aanhangers van God en Meni? Passages met kritiek op afgodische rituelen en die met sociaal-economische kritiek houden elkaar zo'n beetje in evenwicht. Maar het themawoord is rechtvaardigheid. De foute volksgenoten houden hun rituelen in de buitenlucht, organiseren seances op obscure plekken, eten varkensvlees. En achter zich te goed voor de god van de losers. Hoofdstuk 65. Maar hun kwaadaardige handelen jegens deze losers staat centraal, omdat het gelinkt is aan het hoofdthema van de tekst. De allereerste woorden van de proloog maken de inzet helder. Handel rechtvaardig. Handhaaf het recht. En wat later lezen we de volgende beschrijving. Niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst. Tegen deze achtergrond kunnen we de concrete typeringen van de foute volksgenoten lezen. Van de eigen leiders wordt het volgende gezegd. Vraatzuchtige honden zijn het. Onverzadigbaar. Allemaal gaan ze hun eigen weg. Ieder belust op eigen voordeel. Kom, ik haal nog wat wijn. We
gieten ons vol met drank. En morgen doen we het weer zo. Of pakken we het nog grootser aan. 65. Ongebreidelde consumptie. Gaan voor het eigen gewin. En natuurlijk de feestelijke ambiance die doet denken aan Gad en Meni. Elders gaat het om hun zondige hebzucht. In de passage over het vasten, en daarvoor dank aan Archibald, die dit uitstekend heeft ingeleid, is het verwijt, en dat is dan net als bij de andere teksten de vertaling van de NBV, is het verwijt dat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. En als God het positieve vaste schildert, wordt impliciet duidelijk hoe de wereld eruit ziet die door de foute volksgenoten wordt gecreëerd. Misdadige ketenen, de banden van het juk, verdrukten, hongerigen, armen zonder huis, naakten en de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Hoofdstuk 58. De passage over de rechtspraak laat zien dat het daarin niet meer gaat om recht, maar dat het een instrument is geworden in handen van misdadigers, die het nemen van een leven niet schuwen. Afsluitend. Trito schetst een verziekte samenleving. Een hebzuchtige bovenlaag die zich alleen laat leiden door het eigen gewin. En die het eigen genot zoekt in ongebreidelde consumptie en goddelijke bacchanalen. Die hun volksgenoten verdrukken, afbeulen en uitbuiten. En die zich niet bekommeren om hun medemens. Die tenslotte hun misdaden afdekken met een bedrieglijke rechtspraak. Kortom, de mensen van Gad en Meni. Die twee goden ken ik. Dankjewel, Harm, voor dit gloedvol betoog. Lijkt me toch wel nodig. Ik ga mijn rol van lady speaker overgeven aan een heer. Dat is Bart, meen ik. Ik kom later op de middag nog een keertje zelf aan het woord. Bedankt tot nu. Bart, aan jou nu woord. Dankjewel, Joke. De volgende spreker is Ulrich Berkers, hoogleraar Oude Testament in Bonn. En die gaat over dit boekje wat zeggen. Dat is de oratie van Wim in Nijmegen. Ulrich heeft veel met Wim samengewerkt over Jesaja, maar hij was ook zijn opvolger in Nijmegen. Ulrich, graag aan jou het woord. Ja. Van harte bedankt voor de uitnodiging om tot jullie te spreken en gefeliciteerd Wim met je verjaardag. Ik probeer toch nog in Nederlands te doen en ik hoop dat het lukt. Als het niet lukt, dan wachten we op Pinksteren dat de Heilige Geest de talen ingeeft. Zo, we hebben al gehoord iets over het vasten, dan over Meni en Gad. En nu komen we tot het gebed van de knechten of het gebed dan in 63... In 64 war Wim Beuken en in het jaar 86 in Nijmegen zijn inaugurele rede heeft gehouden met de titel Abraham weet van ons niet. En ik ben nu aan het eind van mijn Jesaja commentaar. Wim heeft drie banden al geschreven. Ik heb twee en nu heb ik het derde en ik zal het afmaken en voltooien binnen, zeg maar, 8 weken of zo. Ik ben aan het eind. En dan ben ik ook moe van Jesaja en we zien dan hoe het verder gaat. En dus het komt een beetje uit mijn studietafel nu wat ik wil presenteren. Ik probeer een scherm even vrij te geven. Ik weet niet, dat lukt nog niet. De host moet me even de toegang geven. Mag het kunnen? Dat ik... Ik ga weer kijken. Dat ik iets laat zien. Oh, you are the host now. I will see.
Vrijgeven. Ah ja, oké. Okay. Daar komt het. Ik hoop dat jullie iets kunnen zien. Ja, oké. Nou. Ja, we kunnen het prima zien hoor. Prima, van harte dank, Archibald. Waar heb ik het over? Ik heb het over het gebed van de knechten. Of over het gebed, het smeedgebed in die twee hoofdstukken. En ik heb twee vragen aan mij en aan Wim en aan iedereen die met Jesaja bezig is. De eerste vraag is, wat is de bedoeling van de compositie? Ja? Hoe sterk maken we de plaats van een tekst binnen een compositie? Ik moet even mijn video misschien nog aan. Zo, ja, daar ben ik weer. En Wim heeft iets heel interessants gedaan in zijn commentaar in POT, Prediker van het Oude Testament. Hij heeft het zo ingedeeld, de tweede hoofddeel noemt het 60 tot 63, 6. Ja? 60, Zion, en dan hebben we de treurende, de vruchtenbode in 61. Dan het niet verzagen tot Gods volk, het heiligdom binnentreedt in 62. En nu de Edom-passage, waar God als wijnperser van Edom terugkomt, dat sluit dan aan bij 60 tot 62. En dan komt een nieuwe deel, ja, Jesaja deel 3b, en daar begint nu het gebed van de knechten. En dat is een beetje opmerkelijk, ja, dat hij hier de Edom-passage en dan het gebed zeg maar uit elkaar haalt. Alternatief, en dat is wat Jüngling, Ontstek en wat ik ook doe en wat ik in mijn habilitatie heb gedaan en nu ook in de commentaar. Ik ga van een alternatieve compositie uit, ja. En dat zie je, daar is een concentrische structuur waar licht en heil voor Zion Jeruzalem in het midden staat. En dan heb je hier aan het begin het collectieve belijdenis van zonden. En dat wordt beantwoord met het collectief klaaggebed met de betekenis van de zonden. En daar tussen of binnen heb je hier Adonai's voorbereidingen tot het gevechten tegen de Frevelaars, of de Rishaim. En dan heb je hier Adonai's terugkeer van het treden van de kelder uit Edom. En dan mag je nu zeggen, ja, dat heeft het zoveel betekenis waar je, hoe je de structuren vasthoudt. Ik denk van wel. En ik denk ook dat, en ik denk nu alleen, maar dat heb ik een bewijs voor, ik zal het citeren, dat Wim Beuken heel goed heeft geweten dat andere mogelijkheden ook daar zijn. Maar Wim, hij pleit in dit geval heel sterk op het directe aansluiten van 63.1 tot 6 Edom naast de visie voor het heil van Zion. En de redenering van Wim is, dit hier 63.1 tot 6, de Edom-perikope, die toont aan dat het heil van God niet mag komen en niet zal komen, zonder de rechtvaardiging van God tegen de frevelaar, tegen de Rishaim. Alternatief, en dat is nu mijn echte punt,
In het geval dat je het anders ziet, dat je de connectie van het gebed hier, ja, met het collectief zonder belijdenis in 59 en dan met Gods gevecht tegen de vrevelaars gaat combineren binnen de structuur, dan krijgt het gebed van de knechten toch een andere functie. Welke functie? Wat is dan, hoe loopt dan dit dramatische verhaal? Ik denk aan Henk Lene, aan Annemarieke van der Wouw, dus ook binnen onze kringen. Hoe loopt dan dit dramatische verhaal? Ja? Het loopt in dit geval dat Adonai hier tegen de vrevelaars gaat vechten. En dit gevecht heeft de uitkomst dat Adonai dan juist voor de knechten de zegensprijs zal aantonen. Ja? Zodat de knechten in het collectieve klaaggebed heel dichter bij het verhaal van Zion behoren. Ik denk dat de structuur, de structuurredeneringen een heel sterke punt zijn bij de exegese van profetische teksten bij voorkeur. Ik heb het nu ook gedacht bij de vraag van Erik Peels, no? over de feestelijke maaltijd in Jesaja 25. Ja? Een juiste goede vraag, en ook over Lucas en oh, ja? Maar je gaat dan heel ver weg, niet alleen van de tekst, maar ook van de, zeg maar, van de structuur. Ja? En ik pleit ervoor dat we de composities sterker maken om daar ten eerste hoe het in de inleiding van Joke was, dat we naar het graven tot het water komen. Ja? Ik denk dat de zoektocht naar de compositie een goede weg is om naar het water van de teksten te komen. Oké, wat is de tweede? De punt naast de compositie. En ik denk dat het in de laatste, en dat is ook mijn bedoeling van de voordracht nu, wat hebben we van Wim geleerd? Ja, heel veel, ja, heel veel. Met name de visie op of het heel nauwkeurig kijken naar de teksten, ja, naar de semantieken, dat is heel sterk bij Wim. Iedereen kent het. Wat nu daarbij komt, zeg maar, zeker bij mijn exegese op de schouders, zeg ik van Wim, is iets wat de Duitse exegese toch heeft. Dat zijn ook redactiekritische benaderingen. Ja? Kunnen we iets zeggen over de auteurs van deze teksten? Ja? Hebben we een soort van sporen, ja, waar wij nagaan? Ja? En dat is iets heel interessants nu in de laatste jaren, no? Dat het sterker en sterker wordt. Wim heeft het ook benaderd in zijn commentaar, dat is alleen, ja, maar hij heeft het niet zo uitgewerkt, dat in 63, 64... De basis is gelegd door de psalmen. No? Dat is heel dicht bij de psalmen. Beat Weber heeft enkele jaren geleden een artikel in OTE geschreven over dit hoofdstuk, Jesaja 63, 64, en de psalmen van Asaf, de Asafieten. Je hebt een heel sterk boek van Blenkinsop, van Joseph Blenkinsop, The Holiness of Beauty, The Reading of Isaiah in the Light of the Psalms, van 2019.
Zo de verhouding tussen psalmen en Jesaja, zeker in deze stuk, is heel, heel sterk. En additioneel nog een idee, daar is een auteur die heette Amzalak, Esau in Jerusalem, The Rise of Religious Elite, of Elites, Elite in Zion at the Persian Period. It's in the Cahiers de la Revue Biblique in 2015. Amzalak en also Thebes, een andere auteur, die maken een punt dat misschien Edom, ja, Edom in 63, en dan het antwoord van de knechten of het gebed, dat het iets te maken heeft met tempelzangers, ja, die uit Edom kwamen, ja, die Ezrachieten, ja. En zo dat hier een interne strijd is binnengelegd over de stelling van de tempelzangers in de tijd kort voor de chronieken, no, aan het eind van de vierde eeuw. Ik vind dat, je kunt zeggen, en ook beweren, het is ook zo, zijn het niet alleen pogingen, ja? Ja, het zijn pogingen, maar misschien in het geval dat we het voorzichtig doen, ja, zou het kunnen dat de knechten, in het geval dat de knechten niet alleen maar een type van de vromen zijn, ja, de avadim, maar in het geval dat de knechten, de servants, toch een bijzondere groep binnen het Perse tijdelijke Israël zou zijn, dan kunnen zij misschien ook de auteurs, ja, de auteurs van dit gebed in 63, 64 zijn, dicht bij de Asafieten, maar dan in het verwerking van Zion en als centrum van de eredienst van de volkeren en Israël, ook dicht bij de Korachieten, ja, dat weet je, de Korachieten zijn heel dicht bij de Zionstheologie, zodat dan, en dat is mijn laatste punt, dat dan het antwoord van Adonai in hoofdstuk 65, dat een antwoord is juist, ja, juist voor de knechten. En daar gaat nou mijn laatste deel van de commentaar. Gaat heel sterk in die richting, dat Trito Jesaja is geen product van een individu, zeker niet, ja, het is een schriftgeleerde profetie, maar een schriftgeleerde profetie die niet alleen op de psalmen steunt, maar zeker ook teksten uit het Pentateuch meeneemt. Eén idee, en daarmee sluit ik echt, je hebt in 65, 17 en verder, heb je het beeld van de vrede tussen de dieren overgenomen uit Jesaja 11. Maar daar is iets additioneel in 65, daar heb je de slang, ja? De serpent, Nahash. En die slang die komt uit Genesis 3. Zo, daar zie je dat die verwerkers van Jesaja 65, die hebben al toegang tot de teksten uit Genesis 1 en verder. Ik denk dat wij al, en ik zeker op de schouders van, ik hoop een beetje op de, ja, schouder, niet te positief, op de schouders van Wim staan. En wij kunnen verder kijken vanwege zijn enorme inspanningen voor Jesaja. En Wim, hartelijk bedankt. Het is echt je bent een vriend en een master. En ik ben zeer, zeer blij. En ik weet nog waar wij twee met Erich Zenger samen waren.
toen jij zei, dan doen we het samen. Ik doe 3 banden en jij doet de 3. En ik, het is bijna voltooid. Hou het vast en dan kun je in oktober de laatste deel ook zien. Hartelijk bedankt voor je attentie. Okay. In de serie Promovendi van Wim is nu nummer 3 aan de beurt. Dat is Pank Beetjes, emeritus hoogleraar Oude Testament van de KTU. En hij gaat iets vertellen over een mooie verbinding tussen zijn specialiteit, namelijk Ben Sira, en die van Wim Jesaja. Ga je gang. Dankjewel. Beste Wim, geachte dames en heren. Exegeten zijn het onderling nogal oneens wat nu precies als de openingsregel moet worden beschouwd van de pericope die handelt over koning Hizkia en de profeet Jesaja. Ikzelf beschouw Sirach 48 vers 15 EF als het beginpunt ervan en dat kunnen we op deze dia zien. Er bleef voor Juda maar weinig over, maar nog wel een leider voor het huis van David. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat de sectie die gewijd is aan het noordelijke koninkrijk en in 47-23 begint, in Sirach 48 vers 15 A tot D, dus de eerste 4 kola, tot een einde komt. Beide passages in vertaling bij elkaar in de volgende dia. Salomo ontsliep en liet een zwakke nakomeling na, vol dwaasheid en zonder verstand, Rechabiam, die met zijn raad het volk zijn gang liet gaan. Totdat iemand opstond, laat er geen gedachtenis aan hem zijn, Jerobeam, de zoon van Nebat, die zondigde en Israël deed zondigen. Hij legde een struikelblok neer voor Efraïm om hen te verdrijven uit het land en zijn zonde werd zeer groot en hij verkocht zich aan alle kwaad. En dan volgt een passage over Elia en Elisa. En dan in de volgende dia komen we dan aan het einde van het noordelijk koninkrijk. Ondanks dit alles bekeerde het volk zich niet en stopte ze niet met hun zonde, totdat ze werden weggescheurd uit hun land en over de hele aarde verspreid. Ten eerste moet worden opgemerkt dat Ben Sira in 47-23-24 en in 48-15 een belangrijke inclusio heeft gecreëerd met behulp van de stam gata, zondigen, en het substantief zonde, die beide verder helemaal nergens in de lof der vaderen, dus de hoofdstukken 44 tot 50 van Ben Sira, voorkomen. Ten tweede kan het nauwelijks toeval zijn dat de deportatie van het Noordelijk Rijk, zoals beschreven in 47-24, verdrijven uit het land, in Sirach 48-15 als een tweede ontsluiting, weggescheurd uit hun land, over de hele aarde verspreid, wordt hernomen. Volgende dia, alsjeblieft. Zodra de beschrijving van de lotgevallen van het Noordelijk Rijk is beëindigd, begint Ben Sira in 48-15 EF met zijn evaluatie van het koninkrijk Juda. Er bleef voor Juda maar weinig over, maar nog wel een leider voor het huis van David. Daarmee pakt hij de opmerking uit 47-22 op, die melding maakt van Gods barmhartigheid jegens het huis van David. Hij liet Jacob een rest en David een wortel uit zijn stam. Deze feedback is een verdere aanwijzing om 47-23 tot en met 48-15d als een eigen literaire eenheid te beschouwen. In 48-16 bepaalt in hoge mate de structuur van de volgende secties. Sommige van hen deden welgevalligheid, andere van hen deden uitzonderlijk veel kwaad. Tot de eerste categorie, dus degene die goed doen, behoort Hizkia, die met het oog op de Syrische dreiging zijn stad versterkt en de watervoorziening van Jeruzalem veiligstelt. De passage over Hizkia in 48-17 tot 25 volgt in grote lijnen het verhaal zoals dat te lezen staat in 2 Koningen 18, hoofdstukken 18 tot 20, zoals ook in Jesaja 36 tot 39. In 2 Koningen 19:3 wordt de wanhopige situatie waarin de belegerde stad verkeert weergegeven met de woorden op de volgende dia.
dit is een dag van benauwenis, een dag van straf en schande, want de kinderen zijn aan geboorte toe, maar de kracht om te baren is er niet. Wanneer Ben Sira in 48, 18 tot 21 over de belegering van Jeruzalem spreekt, heet het in 48, 19, en dan komt het op de volgende dia, toen begonnen ze, dat zijn de inwoners van Jeruzalem, in de hoogmoed van hun hart heen en weer te bewegen en kromden ze zich als een vrouw die aan het baren is. Hier neemt Ben Sira wel de beeldspraak over het baren uit 2 Koningen 19:3 of Jesaja 37:3 over, maar niet de aldaar gebezigde formulering. Want op de volgende dia zien we namelijk dat hij de formulering Vayachilu Kayoledet, die hij zonder twijfel ontleend heeft aan Jesaja 13:8 gebruikt, precies dezelfde woorden te vinden zijn, echter in omgekeerde volgorde. Een inverted quotation. Frank is nog bezig de dia te vinden, denk ik. Oké. De inwoners van Jeruzalem, citeer, riepen de Allerhoogste aan en strekten hun hand naar hem uit. Hij verhoorde hun gebed en hij redde hen door de hand van Jesaja. En dan zijn we bij 48:21 beland. En dat staat ook weer op een dia. Hij sloeg het legerkamp van Assyrië en bracht ze in verwarring met de pest. En dan krijgen we op de volgende dia even een idee hoe dat handschrift van Ben Sira er nu in feite uitziet. Omdat er zich op deze plaats in het manuscript een substantieel gat bevindt, u ziet dat gat onder de stempel van Cambridge, zijn de beginwoorden van 48:21 gedeeltelijk verloren gegaan. Daardoor is er geen opinio communis over de meest waarschijnlijke reconstructie van vers 21. Een groep exegeten verkiest een reconstructie die identiek is aan 2 Koningen 19:35. En ik denk dat het met een kleine variant daarop beter is om te lezen Wayach et Machane Assur Wehumem Machape, omdat de opening anders veel te groot is om daar de reconstructie van mijn collega's te kunnen inpassen. Bovendien is de Hebreeuwse tekst ook de gereconstrueerde tekst in overeenstemming met de Syrische vertaling. Goed, tot zover dit. Dan ga ik nu over op de interpretatie. Heel anders dan de berichten in 2 Koningen 28 en Jesaja 36 tot 39 maakt Ben Sira gebruik van een woordenspel. En dat kunnen we zien op de volgende dia. Met hij redde hen door de hand van Jesaja benadrukt hij de rol van de profeet Jesaja als Gods antwoord op de ellende van de biddende gemeenschap. Maar vervolgens worden we geconfronteerd met een intrigerend vraagstuk op de volgende dia. 1 bestaat er geen enkele twijfel dat de eerste kolon van 48:21 in relatie staat tot 2 Koningen 19:35 of de corresponderende Jesaja-tekst, of zelfs een direct citaat ervan is. Een bode van Adonai ging uit en sloeg in het legerkamp van de Assyriërs, of sloeg het legerkamp van de Assyriërs. Maar zelfs in het geval dat Ben Sira hier een letterlijk citaat heeft gebruikt, uit Koningen of Jesaja, heeft hij tegelijkertijd een heel nieuw context gecreëerd. Want in zijn voorstelling van zaken is degene die het legerkamp van de Assyriërs slaat in 48:21 duidelijk niet de bode van de Heer, zoals in de Bijbelse en Deuterocanonieke verhalen, maar theoretisch zou het vers zelfs betrekking kunnen hebben op de profeet Jesaja, dat Jesaja dus degene is die het legerkamp slaat.
Op het eerste gezicht wordt deze zienswijze ondersteund door de uitdrukking Biyat Yeshayahu. Hij redde hen door de hand van Jesaja. In dat geval is het de profeet die het legerkamp van de Assyriërs slaat. Maar dan ontstaan er serieuze problemen met betrekking tot de interpretatie van het volgende vers van vers 22. Volgens Ben Sira is het Hiskia's positieve levenswijze en niet zijn gebed, zoals in 2 Koningen 19, die de nederlaag van het Assyrische leger bewerkstelligt. Sterker nog, het is het gebed van het volk dat de directe aanleiding is voor Gods interventie. Het is veelbetekenend dat Ben Sira sterke nadruk legt op het gegeven dat Hiskia's sterk vasthouden aan de wegen van David, vers 22c, hem is geboden door Jesaja de profeet. Vanwege deze indirecte functie van de profeet en vanwege de syntactische structuur van de versen 20c tot 21 is de meest aannemelijke optie om God zelf te beschouwen als het onderwerp van vers 21a b. Dat is dan ook de reden waarom Bejat in 48-20d, naar mijn gevoel, het beste vertaald kan worden met hij redde hen omwille van Jesaja. En dat brengt me bij opmerkingen bij de Griekse tekst die we op de volgende dia hebben. Hij sloeg het legerkamp van de Assyriërs en zijn boden, zijn engel, vernietigde hen. In de Griekse vertaling staan we voor het vraagstuk wie in het eerste kolon nu precies de handelende instantie is. Hij sloeg het legerkamp van de Assyriërs. Hoewel de kleinzoon van Ben Sira in de tweede kolon Ho Angelos Autou heeft toegevoegd, is het nog steeds mogelijk dat God de handelende persoon van de eerste kolon is. In elk geval is de vertaling van de kleinzoon niet identiek aan de Septuagint-weergave van 2 Koningen 1935 en zeker niet met die van Jesaja 37 of 2 Kronieken 32, terwijl de Latijnse vertaling van 48-24 volkomen in lijn is met die van de Griekse tekst. Ik heb al die teksten even op de laatste dia gezet, dan kunt u dat met elkaar vergelijken en dan zien dat het inderdaad dat de kleinzoon niet citeert uit de Septuagint. Ik vat samen. Nadat Ben Sira eerst in 48-19 met een knipoog naar het boek Jesaja heeft verwezen, een inverted quotation van 13:8 over de barende, schrijft de Jeruzalemse geleerde vervolgens de profeet een belangrijke en actieve rol toe bij de beëindiging van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. De profeet heeft koning Hiskia namelijk voorgeschreven om vast te houden aan de wegen van David. In de passage over Hiskia en Jesaja is het af en toe nogal onduidelijk wie nu de handelende persoon is. Zo komt er in 48-21, zowel in de Griekse als in de Latijnse vertaling, opeens een engel ten tonele, terwijl daar in de Hebreeuwse tekst en de Syrische vertaling van Ben Sira geen enkele sprake van is. Het heeft er alle schijn van dat de Griekse en Latijnse vertalers de Hebreeuwse Ben Sira passage in overeenstemming hebben willen brengen met hetgeen in het verhaal van 2 Koningen 1935 wordt verteld. Maar hun actie is niet geslaagd. De introductie van de engel in de tweede kolom komt helaas te laat. Dank u wel. Jij dank je wel, Pank. Ik wil wel meteen doorgaan naar Sjaak. We zijn keurig op schema, dat willen we graag halen. Ik vind het prettig dat ik mag aankondigen. Sjaak, ook een promovendus van Wim, die een proefschrift geschreven heeft in 1990 bij Wim begeleid over de receptiegeschiedenis van Jesaja. Hij is nu ook hoogleraar receptiegeschiedenis van de Bijbel aan de Universiteit van Groningen. Er gaat niets boven Groningen. En Sjaak, ik geef je graag het woord. Beste Wim, wat fijn dat we vandaag op deze manier samen kunnen zijn om jouw verjaardag te vieren. Toen Archibald
mij 3 maanden geleden vroeg of ik voor vandaag een korte bijdrage zou kunnen leveren, dat iets met Jesaja te maken zou moeten hebben, heb ik ook niet getwijfeld. Ik wist ook onmiddellijk waar ik het over zou willen hebben, namelijk over de mogelijke invloed van Jesaja op het boek Jubileeën. De keuze voor dit onderwerp ligt niet zo voor de hand, omdat er bijna geen werken denkbaar zijn die verder uit elkaar liggen dan Jesaja en Jubileeën. De keuze is dan ook vooral autobiografisch gefundeerd. Misschien mag dat helemaal niet op een dag dat we jouw verjaardag vieren, maar omdat het mijn levensloop een beetje verbindt met jouw wetenschappelijke carrière, dacht ik, nou vooruit, ik waag het erop. Toen ik studentassistent bij jou was in de eerste helft van de jaren, tachtig, was je bezig met je commentaar op de tweede Jesaja en je besteedde daar in je doctoraalcolleges veel aandacht aan. In die periode versterkte zich ook mijn belangstelling voor de rabbijnsexegese, mede omdat jij mij het belang ervan had laten zien. Toen ik daarna wetenschappelijk assistent werd, was jij inmiddels begonnen aan je commentaar op de derde Jesaja. En het kon niet uitblijven dat mijn promotieonderzoek zich ook in dat gebied zou bevinden. Het werd uiteindelijk de receptie van Jesaja 65-17 in de voorrabbijnse literatuur en het Nieuwe Testament. Het bracht me onder andere in contact met pseudepigrafen. 1 Henoch, 2 Baruch, 4 Ezra, Apocalypse van Abraham en ook het boek Jubileeën. Uiteindelijk heeft deze voorgeschiedenis, naast de aanwezigheid van het Qumran Instituut in Groningen, ervoor gezorgd dat ik ervoor koos om het boek Jubileeën tot het centrale punt van mijn onderzoek te maken. Ik voel me nu wel een beetje terug in de tijd, in de overgang van Amsterdam naar Groningen. En ik zou nu graag mijn scherm willen delen. Kan ik dat ook? Als het goed is, kan je dat, want ik heb je co-host gemaakt zojuist. Oké, eens even kijken. En dat lukt ook, zie ik. Zo. Is dit voor iedereen te zien? Ja. Oké. Het ligt, zoals gezegd, niet zo voor de hand om de relatie van Jesaja en Jubileeën te onderzoeken. Jubileeën is immers vooral een herschrijving van het boek Genesis en het eerste deel van het boek Exodus. Iedereen die het boek Jubileeën leest, wordt echter vrij snel duidelijk dat de auteur zich soms vrij voelt om aanzienlijk van zijn voorbeeld af te wijken. Op verschillende plaatsen in zijn boek probeert de auteur moeilijke passages in de tekst van het boek Genesis uit te leggen en tegenstrijdige uitspraken te harmoniseren. Daarnaast plaatst hij de Bijbelse verhalen in een doorlopend chronologisch systeem en legt hij grote nadruk op de zonnekalender. Ook zijn er verschillende toevoegingen opgenomen, zowel narratief, bijvoorbeeld de verhalen over de jonge en over de oude Abraham, als halagisch, bijvoorbeeld over de feesten en de besnijdenis. Veel veranderingen laten zien dat er ook andere bronnen. Er gaat hier iets fout. Sorry. Dat er ook andere bronnen zijn opgenomen in zijn boek. Het meest in het oog springend is de toevoeging van materiaal dat afkomstig is uit enochische tradities, waarmee hij de vraag naar de oorsprong van het kwaad en zijn visie op engelen en demonen kan verweven met zijn herschrijving van het Bijbelse verhaal. De halagische toevoegingen zijn gebaseerd op andere delen van de Pentateuch. Het is lastiger om invloeden aan te wijzen van werken buiten de Pentateuch, maar toch zijn er een klein aantal allusies en echo's van de schriftprofeten en van de psalmen. Ik beperk mij hier omwille van het onderwerp van vandaag tot de mogelijke invloed van het boek Jesaja. Ik begin met Jubileeën 1. In dit hoofdstuk presenteert de schrijver zijn werk als een openbaring die Mozes op de berg Sinaï ontving en die bemiddeld wordt door de engel van de aanwezigheid. God voorspelt Mozes dat het volk Israël zijn geboden zal vergeten nadat ze het beloofde land zijn binnengegaan. Zij zullen zich tot vreemde goden wenden en als gevolg daarvan in ballingschap worden gestuurd. Hierna zullen de mensen echter tot God terugkeren en een periode van herstel en de hernieuwde barmhartigheid van God zal volgen. Een gevolg hiervan is de nieuwe schepping, die het werkelijke einde is van de ballingschap voor Israël en die afhankelijk is van bekering. Voor Jubileeën ligt het nog in de toekomst. En het is in deze context dat we 2 verwijzingen naar het boek Jesaja tegenkomen. Op de eerste plaats zijn dat de woorden wet en getuigenis. Torah we te'uda. Dit woordpaar komt in het eerste hoofdstuk 4 keer voor.
Het is blijkbaar van belang voor de schrijver van jubileum. Ik citeer uit de proloog. Dit zijn de woorden met betrekking tot de verdeling van de tijden van de wet en het van het getuigenis, van de gebeurtenissen in de jaren, van de weken van een jubileum gedurende alle jaren van de eeuwigheid. Zoals hij ze vertelde aan Mozes op de berg Sinaï, toen hij naar boven ging om de stenen tafelen te ontvangen, de wet en de geboden op bevel van de Heer, zoals hij hem had verteld toen hij naar de top van de berg moest komen. Het woord te'uda, getuigenis, komt in de Hebreeuwse Bijbel buiten Rut 4:7 alleen nog voor in Jesaja 8, in vers 16 en in vers 20. De profeet Jesaja heeft nog maar net een pijnlijke ervaring meegemaakt. In Jesaja 7 wordt beschreven dat hij een boodschap van Adonai heeft ontvangen die hij zo goed mogelijk aan de koning heeft overgebracht. De koning echter heeft deze onmiddellijk verworpen. Achas gaf de voorkeur aan het militaire materieel van Assyrië boven de verzekering van goddelijke bescherming door Jesaja. Jesaja zelf wordt dan verteld om sterk afhankelijk te blijven van Adonai in de moeilijke tijden die komen gaan als gevolg van het verzet van de koning. En dan lezen we in vers 16 en 17. Bind het getuigenis, zor te oede, verzegel het onderricht, ga ton Torah onder mijn leerlingen. Ik zal wachten op Adonai, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, en ik zal op hem hopen. Een paar versen verder bespot Jesaja degene die de geesten der doden en waarzeggers die lispelen en prevelen raadplegen, en zegt dat de mensen hun goden moeten raadplegen. Elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt om de geesten van doden te raadplegen voor de levenden. Houd gij u dan aan het onderricht en het getuigenis, de Torah, de Touda. De volgorde is de tweede keer dezelfde als in jubileum, maar het is vooral de eerste vermelding die bij jubileum van belang is. De boodschap die hij van Adonai heeft ontvangen, wordt opgetekend en verborgen onder zijn leerlingen. Het moet bewaard blijven voor de komende dag, wanneer Adonai zijn gezicht niet langer voor zijn volk verborgen kan houden. De schrijver van het boek Jubileum lijkt deze verwijzing over te nemen en ziet blijkbaar in het onderricht van de Torah, van Mozes, de Pentateuch, de eerste wet, en in het getuigenis een verwijzing naar zijn eigen boek, dat hetzelfde doel zou dienen als Jesaja's getuigenis. Het verband tussen Jubileum en Jesaja op dit punt wordt nog sterker als we ook Jesaja 30 erbij betrekken. In vers 8 en 9 zegt Adonai tegen de profeet, ga nu, schrijf het voor hen op in een tablet en schrijf het in een boek, zodat het misschien voor de tijd die komen gaat, is als een getuige, ik lees hier eet, voor altijd. Want ze zijn een opstandig volk, trouweloze kinderen, kinderen die niet willen horen het onderricht van Adonai. Ook hier komen de termen getuige, eten is geen te'uda, en onderricht het Torat Adonai tegen. Deze moet op schrift gesteld worden. We zien hier ook het idee opkomen dat geschreven documenten een juridisch doel dienen, namelijk als een getuige voor de tijd die komen gaat. Deze passages in Jesaja heeft mogelijk medegezorgd voor de profetische inspiratie voor de rol van wet en getuigenis in Jubileum 1. In vers 5 en 6 van het eerste hoofdstuk leest de tekst als volgt. Hij zei tegen hem, let op alle woorden die ik je vertel op deze berg, schrijf ze op in een boek, zodat hun generaties kunnen weten dat ik ze niet in de steek heb gelaten vanwege al het kwaad dat ze hebben gedaan door het verbond te verbreken tussen mij en uw kinderen, dat ik vandaag sluit op de berg Sinaï voor hun nageslacht. Dus het zal zijn dat wanneer al deze dingen aan overkomen, zij zullen erkennen dat ik getrouwer ben geweest dan zij in al hun oordelen en al hun daden. Zij zullen erkennen dat ik inderdaad bij hen ben geweest. De woorden die Mozes in jubileum in een boek moet opschrijven, zullen net zoals de woorden die Jesaja moest opnemen, de gerechtigheid van God documenteren in een toekomstige tijd. Ze zullen een apologetisch doel dienen tegen een volk dat zich schuldig zal maken aan ongehoorzaamheid aan God. De tweede verwijzing naar Jesaja, wel Jesaja 65, vers 17 en 18, vinden we aan het einde van het eerste hoofdstuk. Aan het einde van het eerste hoofdstuk, waar direct in relatie met wet en getuigenis gesproken wordt over de nieuwe schepping. Ik citeer vers 29. En de engel van het aangezicht, die vooraan het leger van Israël ging, nam de tafels van de verdeling van de jaren, vanaf wanneer de wet en het getuigenis geschapen waren, van de weken van zijn jubileum, jaar voor jaar in hun totale aantal, en hun jubileum vanaf de dag van de schepping tot de dag van de nieuwe schepping, als de hemel en de aarde en al hun schepselen vernieuwd zullen worden, zoals de krachten van de hemel en zoals al de schepselen van de aarde, tot de dag dat de tempel van de Heer zal worden geschapen in Jeruzalem op de berg Sion. De woordcollocatie van hemel en aarde in relatie tot scheppen en nieuw is in de Hebreeuwse Bijbel uniek voor Jesaja 65, 17. De strikte parallel in jubileum tussen de nieuwe schepping van de hemel en aarde en de schepping van een vernieuwd Jeruzalem
is ook uniek voor Jesaja 65. Het is dus daarmee de band tussen Jesaja en jubileum. Ook het voorkomen van de eerste en de latere dingen in vers 26 verstevigt die band, omdat dit woord daar ook voorkomt in Jesaja 65, vers 16. Een derde verwijzing naar het boek Jesaja komen we tegen in hoofdstuk 23. De passage volgt op het verhaal van de dood en de begrafenis van Abraham, wat in Jubileum 23 vers 8 wordt besloten met de vermelding van de leeftijd van Abraham. Voor Genesis is de vermelding van 175 jaar zonder probleem. Zo niet echter voor de auteur van Jubileum. Waarom leefde een man die zo rechtvaardig was als Abraham slechts 175 jaar, terwijl zijn voorouders een veel langer leven leidden? Je ziet, 90 jaar stelt niet veel voor in deze context. De kwestie brengt de schrijver ertoe het concept te formuleren van de eerst afnemende en later weer groeiende levensduur. Een overkoepelend patroon dat hij ook in de geschiedenis van de mensheid werkzaam ziet. In het begin leefden de mensen erg lang, maar na die tijd begon de levensduur geleidelijk korter te worden, totdat een dieptepunt is bereikt dat gaat van 1000 jaar tot maximaal 70 à 80 jaar. Hierna zal de levensduur weer toenemen tot aan de oorspronkelijke 1000 jaar. De verkorting van de levensduur en het tranendal waarin de mensen dit korte leven moeten doorbrengen, worden gezien als gevolgen van en als straf voor menselijke schuld en zonde. Dit concept van de geschiedenis en de redenen ervoor baseert de auteur vooral op Psalm 90. Dat laat ik voor nu rusten, maar ik denk dat we hier ook een allusie van Jesaja op Jesaja 65 mogen zien, waarbij vooral vers 20 van belang is. In vers 25 van Jubileum 23 ziet men een samenvatting van de verschrikkelijke omstandigheden die beschreven worden in vers 9 tot 24. De hoofden van de kinderen worden wit met grijs haar. Een kind dat 3 weken oud is, zal eruit zien als iemand wiens jaren 100 zijn. En een toestand zal vernietigd worden door ellende en lijden. In de Hebreeuwse Bijbel komen we geen tekst tegen die de achtergrond van Jesaja van vers 25 van Jubileum 23 beter. Die de achtergrond daarvan zou kunnen vormen met uitzondering van Jesaja 65, vers 20. Zeker als we die lezen volgens de Masoretische accentuering. Niet meer zal daar zijn een zuigeling van weinig dagen, maar toch reeds een oude man die niet voltooid zijn dagen. Er is geen sprake van een letterlijk citaat, maar een zuigeling van weinig dagen balanceert inhoudelijk met een kind dat 3 weken oud is. En in beide teksten heeft een klein kind het voorkomen van een oude man. Vers 25 spreekt niet alleen over een sterk afgenomen levensduur, maar ook over het feit dat het een leven is dat moeite, verdriet en tegenspoed inhoudt. En een toestand zal vernietigd worden door ellende en lijden. Is dat niet de situatie waarin het tweede deel van vers 19 van Jesaja 65 over spreekt? Niet meer zal gehoord worden een stem van gehuil en een stem van geschrei. Terwijl Jesaja met deze woorden de verkorte levensduur en de ellendige situatie al het eschatologisch perspectief weergeeft, niet meer zal daar zijn, niet meer zal gehoord worden, vergelijkt daarmee ook vers 16, de vroegere verdrukkingen zijn vergeten, gebruikt de schrijver van Jubileum de woorden om de oude situatie te beschrijven. Hij contextualiseert als het ware opnieuw de woorden van Jesaja 65. Een paar regels verder gebruikt de schrijver van Jubileum ze ook om de nieuwe situatie te beschrijven. Er zal geen grijsaard zijn, nog iemand die vol van dagen is, omdat het allemaal jongelingen en kinderen zullen zijn. Zij zullen al hun dagen voltooien en leven in vrede en vreugde. Hoewel de grijsheid met de term als in Jesaja 65 vers 20 en het voltooien van de dagen op zich natuurlijk vaker voorkomen in de Hebreeuwse Bijbel, verwijst de combinatie hiervan zeker ook naar Jesaja 65 vers 20. Ook de uitspraak van vers 20, want de jongeling hij zal sterven met 100 jaar, zien we hier terugkeren. Omdat het allemaal jongelingen en kinderen zullen zijn. En het leven in vrede en vreugde vormt natuurlijk een duidelijke thematische parallel met de beschrijving van de gezegende levensomstandigheden in het eschaton. Van Jesaja 65, 17 tot 25. Ondanks het verschil tussen Jubileum en Jesaja zijn er zo toch een aantal duidelijke verwantschappen te zien. Ik heb gewezen op wet en getuigenis, op de nieuwe schepping en op het concept van de eerst afnemend en later weer groeiende levensduur. Het is misschien niet toevallig dat de auteur juist in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 23 gebruik maakt van het profetische spreken van Jesaja. Het is in deze hoofdstukken dat men de eschatologische opvatting van het boek vindt. Hij contextualiseert de herschrijving van Genesis en Exodus in eschatologisch perspectief, iets dat hij blijkbaar niet kon uitdrukken in de herschrijving zelf. Toch houdt de Jesajaanse achtergrond misschien niet helemaal op bij deze twee hoofdstukken. Er zijn een tweetal thema's die mogelijkerwijs een echo vormen van de tweede Jesaja. Ik zou op de eerste plaats willen wijzen op de afgodenpolemiek die we aantreffen in hoofdstuk 12. Deze weerspiegelt duidelijk de afgodenpolemiek zoals we die tegenkomen in de Hebreeuwse Bijbel en de vroeg-Joodse literatuur.
En dit discours komt natuurlijk ook buiten de tweede Jesaja voor, maar de passages in de tweede Jesaja nemen hier toch al een prominente plaats in. Het tweede thema is het absolute monotheïsme, waarbij de schepper God de wereld schept zonder enige hulp. Dit komt ook buiten de tweede Jesaja voor, maar het resoneert in ieder geval ook met de uitspraken over God als de enige schepper in Jesaja 40 tot 45. Zo dus ondanks het beperkt aantal allusies en echo's van Jesaja, zien we toch dat in de tweede eeuw, in ieder geval voor het schrijven van jubileum, het boek Jesaja in al zijn onderdelen een gezaghebbend boek was. Dank u voor uw aandacht. Ja, Sjaak, dank je wel voor je mooie lezing over mooie verbanden. Ik denk niet dat er tijd is voor vragen. Ik geef graag het woord aan Archibald. Ja, dankjewel, want dan kan ik jou inleiden, Bart, want jij bent onze volgende spreker. Je hebt ook al een hele lange geschiedenis met onze feesteling Wim Beuken, die natuurlijk teruggaat tot de Amsterdamse tijd, die velen van ons gemeenschappelijk hebben. Nu ben je hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Tilburg. Graag geef ik je het woord. Dankjewel, Archibald. Beste Wim, fijn dat je hier bent vandaag. Met zoveel mensen, meer dan 70. Frank, dankjewel. Aan de slag met Jesaja in de werkkamer van Lucas de Evangelist. Ziet u het voor u? Iemand van enigszins gevorderde leeftijd. Hij schrijft boeken die een groot bereik hebben. Hij leeft van de schrift. Hij is een volgeling van Jezus. Maar het Bijbelboek dat hij het beste lijkt te kennen is de profeet Jesaja. Het lijkt er soms op dat hij de tekst uit zijn hoofd kent. En als hij wil, kan hij die profeet gebruiken om dat waar hij echt in gelooft, waar hij op vertrouwt, te verwoorden. U zult wel een vermoeden hebben over wie ik het heb. Maar misschien is dat vermoeden toch fout. Want ik heb het niet over onze Wim, ik heb het over Lucas. Dat Lucas om kon gaan met Jesaja, daarover schreef ik al in een van mijn eerste artikelen. En later ook in een overzichtartikel over Jesaja in het Nieuwe Testament. Vandaag wil ik met jullie kijken hoe Lucas ook op een andere manier laat zien dat hij kan werken met Jesaja. Kort geleden promoveerde Hans Lammers op de schriftinterpretatie bij Marcus. Waar een evangelist als Marcus met allusies lijkt te veronderstellen dat zijn publiek allusies naar Jesaja kan herkennen, als het honoreren van het gedachtegoed van die profeet, laat Lucas op een paar plaatsen zien dat hij in ieder geval soms verder wil kijken en niet bij allusies wil gaan staan, maar uitgebreid gaat hij citeren. De bronnen van de citaten in het evangelie van Lucas. Lucas verwijst natuurlijk op verschillende manieren en op verschillende plaatsen in zijn werk naar de geschriften van het Oude Testament. De meest voor de hand liggende methode is door middel van citaten. Het merendeel van de citaten die bij Lucas gevonden wordt, is ook in andere Nieuwtestamentelijke bronnen terug te vinden. Een kleine groep citaten is uitsluitend in zijn evangelie te vinden. En dan laten we Handelingen vandaag even buiten beschouwing. 2 in het zondagboek en 1 in Lucas 22, 37. Daarnaast heeft Lucas, en dat kunt u zien op de slide, citaten die hij gemeen heeft met Marcus en die hij waarschijnlijk gevonden heeft in de Marcaanse traditie. Citaten die hij gemeen heeft met Matthäus, in dat materiaal dat gewoon de Q-materiaal wordt genoemd, en citaten waarvan de oorsprong op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk zijn, maar er toch verband mee worden kunnen vermoeden met andere teksten uit het Nieuwe Testament. In een artikel voor een festschrift heb ik deze citaten nader onderzocht. Vandaag wil ik een klein onderdeel daarvan behandelen, omdat juist daar de overeenstemming tussen Wim en Lucas het meest duidelijk is. Er zijn namelijk 5 plaatsen in Lucas' Handelingen waar de schrijver een allusie naar een profetische tekst die hij in een vermoedelijke bron aantrof, omzet in een citaat door een duidelijke inleidingsformule toe te voegen en door die referentie ook om te bouwen tot een langer citaat uit de desbetreffende profeet. 2 in Handelingen en 3 in het Evangelie. En die wil ik vandaag kort met u bespreken. De eerste is Jesaja en dan mag Frank de volgende laten zien precies. Jesaja 40:3 wordt geciteerd in Marcus 1:3 en Matthäus 3:3. En Lucas citeert Jesaja 40:3 tot 5 in hoofdstuk 3, vers 4 tot en met 6.
Lucas gebruikt deze versen van Jesaja om de zending van Johannes weer te geven. Vergeleken met Markus 1, 2 is de inleiding van het citaat in Lucas 3, 4 uitgebreider en daardoor officiëler en zelfs formeler. De nadruk op het geschreven zijn, die zowel in Markus als nog explicieter in Lucas 3, 4 wordt gevonden, is niet te vinden in de aankondiging van het aanhef van het citaat in Matteüs 3, 3. Het element van het geschreven zijn verdwijnt in die tekst. Het citaat van Lucas is niet alleen langer dan de verwijzing van Markus naar Jesaja, maar ook langer naar de verwijzing naar Jesaja 40, 3 in Matteüs 3, 3. Lucas neemt ook Jesaja 40, 4, 5 in het citaat op. Het gevolg is dat Lucas zich meer richt op de Jesaja-tekst zelf. En er kan een soort patroon gezien worden in de drie teksten die ik vandaag bespreek, die als volgt is. Het kan dus zijn dat Lucas Jesaja 40:3 in zijn bron, Markus of Q, heeft gevonden, maar in zijn presentatie ervan geeft hij het citaat veel meer gewicht. 1. Door het heel uitdrukkelijk op plechtige wijze te verklaren dat het een tekst is die door de Heilige Geest gesproken is in het boek van de profeet Jesaja. 2. Door van de mogelijke toespeling een langer expliciet citaat te maken dat gewoon langer is. 3. Door het citaat aan te passen aan een duidelijke formulering van de zending van Johannes de Doper, maar tegelijkertijd 4. Door het citaat dat een beschrijving is van de zending van Johannes zo te gebruiken dat het ook past aan Lucas' eigen programma, waarin het heil van de niet-Joden uitdrukkelijk een speerpunt is. Het tweede voorbeeld is Jesaja 61, 1-2 in Lucas' handelingen. We gaan ervan uit dat Lucas in zijn bronnen verwijzingen naar Jesaja 61 vindt, met name in de passage die hij in zijn eigen verhaal heeft opgenomen en die nu Lucas 7, 18-35 is, en vooral de Jesaja-allusies in 27. Maar Lucas zet die verwijzing naar Jesaja elders in zijn evangelie om in een meer explicitaat in zijn beschrijving van Jezus' debuut in de synagoge van Nazareth. Gebruikt Lucas deze verse als een samenvatting van Jezus' activiteiten. Dat Lucas zoiets kan doen is niet verwonderlijk, want dat hij Jesaja goed kent, dat blijkt uit het feit dat we op verschillende plaatsen in Lucas toespeling op Jesaja en citaat uit het boek vinden. Dus een van de plaatsen is het net genoemde, Lucas 7:2. De geleerden, al sinds de kerkvaders, zijn ermee bezig om na te denken over, ja, wat het is duidelijk Jesaja-taal, maar welke passage wordt er hier nou gebruikt? En dan zijn er allerlei, Jesaja 35 en al dat soort dingen. Maar terwijl in 7:22 een gedeelte van een passage, dus waarschijnlijk ook een toespeling wordt gemaakt op Jesaja 61:1, en dat zeggen de geleerden, de kerkvaders enzovoort, toch blijft het gissen op welke oud-testamentische tekst hier wordt gezinspeeld. Maar wat doet Lucas ermee? Wat Lucas ermee doet, is dat hij een allusie in de tekst die hij heeft op een of andere manier in een traditie gevonden, en die we nu vinden in Lucas 7:22, die gaat hij expliciet maken. Dus dat conglomeraat van Jesaja-teksten in Lucas 27 werkt hij uit door expliciet te zeggen dat het gaat om een tekst uit het boek van de profeet Jesaja. Door de mogelijke toespeling om te zetten in een langer en een expliciet citaat van verschillende zinnen, en door het citaat om te vormen tot een blauwdruk van Jezus' zending, terwijl Lucas dit citaat plaatst aan het begin van Jezus' openbare optredens en het daardoor programmatisch maakt. En er is nog een laatste citaat. We vinden Jesaja 6, 9 tot en met 10 in Lucas' handelingen. We vinden Jesaja 6, 9 tot 10 in handelingen 28, 26 tot 27. Men kan stellen dat de auteur van Lucas' handelingen 6, 9 tot 10 reeds opmerkte in een van zijn bronnen van zijn evangelie. En wel in het vers dat we nu terugvinden in Markus 4, 12. Er zijn 3 zinsneden uit 8 zinsneden van Jesaja 6, 9 tot en met 10 te herkennen in de verwijzing naar Jesaja in Markus 4, 12. Is dat Hans Lammers heeft dat mooi laten zien, dat dat niet zo makkelijk is
om te kijken op welke tekst hier Marcus gaat. Het is een allusie. En als we gaan kijken naar de versie van Lucas in Lucas 8, dan zie je dat hij die allusie nog kleiner maakt. Maar op een of andere manier doet hij weer hetzelfde wat hij met andere teksten gemaakt. Hij bouwt de allusie om tot een citaat aan het einde van zijn werk. En dat is natuurlijk Handelingen 28, 26 en volgende. En hij doet het weer. Dus wat doet hij dan? Hij zet dit citaat, de allusie die hij waarschijnlijk gevonden heeft in een traditie, zet hij om door zeer in een citaat, door zeer uitdrukkelijk op plechtige wijze te verklaren dat het een tekst is die door de Heilige Geest is gesproken in het boek van de profeet Jesaja. En door van de mogelijke toespeling een langer expliciet citaat te maken van een aantal zinnen. Dit zijn drie voorbeelden. En dan laat ik Archibald mijn artikel lezen en dan zegt hij, wat levert dat nou op? Wat is daar nou interessant aan? En dat is een goede vraag. En in feite is het zo dat je, als je gaat kijken naar het Nieuwe Testament, dat er nog steeds boeken verschijnen over dat Nieuwe Testament. Er is een mooi boek over welke bronnen Lucas gebruikte uit Leuven en Amerika. En daar wordt niet eens behandeld dat het Nieuwe Testament, dat Lucas dus ook het Oude Testament gebruikt. Het wordt volkomen verdwenen. En dus het blijkt niet overbodig te zijn om dat altijd weer te zeggen. En toch kun je bij de manier waarop Lucas deze citaten gebruikt, zien dat hij op een of andere manier blijkbaar, en ik stel me dan maar zo voor als dit eerste plaatje, dat hij zijn bronnen heeft bekeken en dan zegt van ja, wat staat er nu precies? Wat staat er nu precies? En dan gaat hij dus echt kijken. En daarmee kijken we over de schouder van Lucas heen en dat hij als schriftgeleerde probeert Jesaja te eren en een plaats te geven in de structuur van zijn werk. Bart, dank je wel voor je mooie verhaal. En dan gaan we naar onze laatste spreker toe op deze feestelijke bijeenkomst. En dat is Joke. Joke, wil je heel graag het woord geven. Ik denk dat je eigenlijk geen inleiding meer behoeft. Je bent in Tilburg gepromoveerd op Nieuw Testament bij Bart. Maar jij kent Wim Beuk natuurlijk ook al heel lang. Want jij vertelde mij dat jullie huwelijk door hem is ingezegend. En dus heb je wel een hele bijzondere relatie. Joke, graag aan jou het woord. Ja, dankjewel. Mijn bijdrage vandaag is gebaseerd op Handelingen 8. Een passage over Filippus, een van de zeven diakens, waarin een citaat uit Jesaja voorkomt. Filippus loopt op de weg van Jeruzalem naar Gaza, een Ethiopische eunuch achterop. Hij hoort deze man Jesaja lezen en vraagt of de man begrijpt wat hij leest. De man antwoordt, hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En dan volgt het Jesaja citaat, letterlijk Jesaja 53, 7b tot 8a, volgens de Septuagint. Het citaat is genomen uit het vierde knechtslied en het gaat over het einde, de smadelijke dood van de knecht. De Hebreeuwse tekst is wat gecompliceerd. Zelfs Wim Beuken noemt onduidelijkheden en het zeer moeilijke vers 8a. De Septuagint interpreteert als volgt, en ik volg hier de Willibrordvertaling. Als een schaap werd hij ter slachting geleid, en als een lam dat stom is voor zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst beschrijven, want van de aarde wordt zijn leven weggenomen. Het citaat omvat genoeg om te herkennen dat het hier over de knecht van de Heer gaat. Wie de knecht van de Heer is, is door de eeuwen een vraag geweest. We hebben het al verschillende keren gehoord vandaag. Ook de Ethiopiër vraagt zich af over wie de profeet het zegt. Over zichzelf of over iemand anders. Wat Filippus dan precies antwoordt, wordt niet verteld.
maar het ligt voor de hand dat hij verkondigt dat Jezus de knecht van de Heer is. Want het Jesaja-citaat bevat een aantal thema's om Jezus als zodanig te identificeren. Ik noem het zwijgen van de knecht en Jezus als een lam dat geschoren wordt, de vernedering en de dood van de knecht van Jezus, het teloorgaan van de knecht van Jezus zonder nageslacht, en de knecht, Jezus, is uit het land van de levenden weggerukt en een smadelijk oordeel wordt van hem weggenomen. Door uit te leggen dat Jezus de knecht van de Heer is, sluit Filippus ook aan bij Jezus zelf, die in het Lucas-evangelie ook Jesaja 53 aanhaalt, als een schriftwoord dat in vervulling gaat. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. In het werk van Lucas wordt het verhaal van Jezus en zijn leerlingen meermaals geïnterpreteerd met Jesaja, zowel met allusies als citaten, waarbij Jesaja ook met name wordt genoemd. Die expliciete Jesaja-citaten komen anderen voor in typerende passages rond leidende figuren, leidende met een kort ei. Zoals bij Johannes de Doper, bereidt de weg van de Heer, hebben we net van Bart gehoord, en van Jezus, de geest des Heren, rust op mij. In onze tekst lijkt het vooral te gaan om de duiding van Jezus als knecht van de Heer, en is Filippus de verkondiger of evangelist, zoals hij verderop in Handelingen ook genoemd wordt. Maar dat is niet het enige. Filippus legt de schrift uit aan een Ethiopiër. Het is niet zo waarschijnlijk dat deze Ethiopiër een heiden is in de zin van niets wetend, want hij is naar Jeruzalem geweest en hij leest in Jesaja. Maar omdat hij een eunuch is, het woord klinkt 5 maal in de tekst, kan hij onmogelijk tot de Joodse gemeenschap behoren. Hij is dus een buitenstaander, een vreemdeling uit Ethiopië, dat destijds werd gezien als het uiteinde van de wereld. Deze ontmoeting past zo in de opdracht in Handelingen 1:8 om te getuigen van Jezus in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het einde van de aarde. En de twee delen van Filippus' missie vullen elkaar mooi aan. In Samaria ging de verkondiging gepaard met tekenen en genezingen. En nu legt Filippus de schrift uit. Daarmee hebben we een aannemelijke uitleg voor dit verhaal. Maar tegelijk, dat Filippus verkondiger is ook voor de volkeren, had korter verteld kunnen worden, zonder de entourage van een Ethiopische schatbewaarder, een eunuch, de woestijn, een rijtuig, een engel en de Heilige Geest, en daarin ook nog eens een Jesaja-citaat. Bovendien lijkt het er zelfs op dat je deze episode straffeloos weg kunt laten en toch een zinnige ontwikkeling houdt in Handelingen. We hebben dus een wat exotisch verhaal dat min of meer zelfstandig is, maar wel opgenomen is in een doorlopende vertelling. En dat doet denken aan een Mis Anabim. In het studiejaar 79-80 hebben we in een doctoraal college van Wim Beuken het ezelinnenverhaal in het verhaal van Biliam, Numeri, als een Mis Anabim bestudeerd. Een Mis Anabim is de benaming voor een weergave van een beeld in een ander beeld. Het wordt ook wel het Droste-effect genoemd. Moment. Dat stond nog bij de andere computer. U ziet hier in beeld een verpleegster met een dienbladje in haar hand, waarop ook een blokje Droste staat. Een blikje Droste staat, waarbinnen weer een verpleegster met een dienbladje enzovoort enzovoort. Deze omschrijving van een Mis Anabim is overigens iets te simpel, zeker voor een literair werk. Een Mis Anabim is een ingebed verhaal dat verduidelijkt, dat iets zegt over het verhaal waarin het ingebed is. Ingebed wil hier ook zeggen dat er herkenbaarheid is, dat er overeenkomsten bestaan tussen beide verhalen. En die zijn er. In onze tekst is een aantal aanknopingspunten met de doorlopende vertelling te vinden. Onder andere het initiatief van een engel. Dat kennen we bijvoorbeeld ook uit de aankondiging van de geboorte van Jezus en Johannes. De Heilige Geest die de gang van zaken stuurt. Ook Jezus duidt zichzelf zo dat de geest op hem rust.
En dat doet hij in de synagoge van Nazareth. Lezen uit Jesaja daar, de tekst citeren en het toepassen ervan op Jezus gebeurt ook in onze tekst. Andere aanknopingspunten. Ethiopiër is net als de Emmausgangers onderweg uit Jeruzalem vandaan. En lijkt in Jeruzalem het rumoer rond de leerlingen niet opgemerkt te hebben. Dat pretendeert Jezus ook op weg naar Emmaus. Filippus gaat uit van het schriftwoord om de goede boodschap van Jezus te brengen. En omgekeerd legt Jezus op weg naar Emmaus uit wat op hem betrekking heeft. Te beginnen bij Mozes en alle profeten. En als Filippus en de eunuch water tegenkomen, vraagt de man: zie water, wat verhindert dat ik gedoopt word? Een vergelijkbare retorische vraag stelt Petrus zich in Handelingen 10 ten aanzien van het huis van Cornelius. En Petrus heeft ook met Filippus de woordelijke overeenkomst gemeen dat hij zijn mond opent, anders dan het lam dus, om de goede boodschap te verkondigen. Er zijn dus verschillende verbanden met andere passages uit Lucas' Handelingen, zowel textueel als thematisch. En daarom denk ik dat we dat verhaal van Filippus en de Ethiopiër inderdaad als een mis-anabim, als een spiegelverhaal kunnen zien. Maar wat levert dat dan op als we dat verhaal als mis-anabim beschouwen? Allereerst, in de verhaallijn van Handelingen komt het vreemd over dat Filippus als eerste de eerste is die de verkondiging aan de volkeren ter hand neemt en, om zo maar te zeggen, een heiden doopt. Immers, het optreden van Filippus in Samaria is ook onbevredigend afgelopen. Hij doopt er velen, maar Petrus en Johannes moeten komen om de gedoopte ook de Heilige Geest te laten aannemen. Tegelijk is Filippus buiten beeld als Petrus met Simon die aan magie doet na een trouw volgeling is van Filippus, een flinke aanvaring krijgt. En dat schetst Filippus als iemand die net een trapje lager staat in de hiërarchie dan Petrus of de apostelen. Bovendien verwoordt Petrus zelf later dat de volkeren uit zijn mond het evangelie zullen horen. En daar komt nog bij, als Filippus nu de verkondiging al tot aan de uiteinde van de aarde heeft gebracht, waarom volgen er dan nog 20 hoofdstukken in het boek Handelingen met de reizen van Paulus? Zien we het verhaal echter als een mis-anabim, dan hoeft het verhaal niet op de chronologisch juiste plaats in Handelingen te staan. Juist de diverse verbindingen met passages, zowel ervoor als erna in het Lucaans dubbelwerk, zorgen voor reflectiemomenten op de doorlopende vertelling. Lijkt het erop dat de missie van Filippus in Samaria ontspoorde, de uitleg van de schrift aan de eunuch en diens doop bewijst het tegendeel. Dat biedt zowel een terugblik op de gebeurtenissen in Samaria als een vooruitblik op het verdere verloop van de verkondiging. Vervolgens, zoals de verkondiging door de apostelen in Jeruzalem succesvol was, zo zal die dat ook daarbuiten zijn, in Samaria, aan de vreemdeling, aan Cornelius en zijn huis. Niet dood zijn is niet relevant. De verkondiging aan de volkeren is dus niet vastgelopen en zelfs degenen die buitengesloten zijn en de uiteinden der aarde zullen bereikt worden. Het zegt ook iets over de bredere context. Het lezen en het duiden van de schriften, zoals Jezus zelf deed, Nazareth, Emmaus, wordt ook na zijn dood en verrijzenis voortgezet. Nog een punt, juist voor deze episode is Saulus als bedrijver genoemd. De vlucht die daarop volgt slaat in het verhaal van Filippus om in juist een verdere verspreiding van het evangelie. Zo zien we ook net na dit verhaal dat Saulus zich omkeert en de apostel wordt voor de volkeren. Als mis-anabim maakt het verhaal dus geen deel uit van de chronologische vertelling. En dat maakt dat er geen probleem is als Filippus eerder in de tijd dan Petrus een heiden doopt en eerder in de tijd dan Paulus verkondigd tot aan de uiteinde van de aarde. Zo kan dat verhaal van Filippus en de eunuch gelden als een korte samenvatting van de hele verkondiging van de schriften, dus ook aan de volkeren. Ten slotte, het citaat uit Jesaja in ons verhaal werkt als paradigma voor de verkondiging aan de volkeren. Vanuit de schrifttekst wordt Jezus verkondigd als de knecht van de Heer, een verkondiging
die steeds breder wordt. Je kunt het vergelijken met het Droste-effect, maar dan omgekeerd. Zien we op het blikje het beeld in het beeld steeds kleiner worden? Wat de verkondiging betreft, wordt het juist groter. Het begint bij de knecht van de Heer, die gedood wordt, die zijn mond niet opent. En de vraag is wie er nog over hem zal vertellen. Maar er is en er wordt over hem verteld. De Heer noemt hem mijn knecht. Jesaja vertelt dat. Filippus vertelt aan de Ethiopiër dat Jesaja hier spreekt over Jezus. En Lucas vertelt ons dat Filippus over Jesaja spreekt, die spreekt over Jezus, die door de Heer zijn knecht wordt genoemd. En zo gaat het door tot op de dag van vandaag. En hoe had ik dit kunnen vertellen als niemand mij wegwijs had gemaakt? Wim, als voorzitter van de vakgroep Bijbelwetenschappen schreef je in 1980 over mijn doctoraal programma dat je hoopte dat ik nog veel zou opsteken in de colleges en dat we elkaar nog eens zouden mogen ontmoeten. Ik denk dat het daar nog wel iets van terecht is gekomen. Hartelijk dank voor jouw wijze lessen en je trouwe vriendschap. En Jokie, jij bedankt voor je mooie verhalen. Een spannende lezing van het boek Handelingen der Apostelen. Er is nog wat ruimte in de tijd voor een eventuele vraag of opmerking aan je adres. Anders stel ik voor dat we naar het laatste onderdeel gaan van ons programma. En dat is een slotwoord. En wie kan dat beter doen, Wim, dan jij als feesteling zelf, om deze bijeenkomst af te ronden? Ik geef je graag het woord, Wim. Nou, het was een hele boeiende middag. Vrienden, collega's, sprekers enzovoorts. Ook een zorgeloze middag voor mij, omdat ik niet hoefde te reageren, maar bovenal omdat jullie voordrachten bewijzen dat de studie van Jesaja volop toekomst heeft. Het ging niet alleen over de eerste, de tweede of de derde Jesaja, maar over de hele Jesaja, vanuit allerlei nieuwe invalshoeken van literaire analyse en ook vanuit de werelden, de verschillende oude en nieuwe werelden waarin het boek Jesaja gespeeld heeft. De profeet Jesaja zelf wist van God 15 bijkomende levensjaren voor koning Hiskia toegevoegd krijgen. Ik heb er 15 bij gekregen, omdat de studie van Jesaja onder nieuwe impulsen verder gaat. Mede dankzij jullie inspanning en die van vele anderen. Daarmee houdt de vergelijking ook op. Hoeveel van die 15 jaren ik al opgesoupeerd heb en hoeveel er nog resten, in ieder geval het Jesaja-onderzoek waarin jullie allemaal deelnemen, houdt mij toch aantrekkelijk bezig. Daarom hartelijke dank aan de initiatiefnemers van deze studiemiddag, Joke, Bart en Archibald, aan alle sprekers, aan alle kijkers, en ik zie in de kolom hier naast mij dat er ook allerlei opmerkingen gemaakt zijn door mensen die alleen maar gekeken hebben. Ik hoop dat ik die nog kan lezen en daar verder iets mee doen. Hartelijke dank aan jullie allemaal en alle goeds in de studie van Jesaja en in alle werkzaamheden waarin jullie betrokken zijn. Dankjewel. Wim Reuze, bedankt. Iedereen bedankt en dan sluiten we deze bijeenkomst af. Ik laat de Zoom-sessie nog even openstaan. Ik weet niet of iemand nog wat wil roepen tegen de feesteling. Dan kan dat nog. En anders hopen we elkaar weer eens op een ander moment, hetzij online, hetzij in levende lijven, weer tegen te komen. Alle goeds.